Welkom bij Excelsior 31 TV. Excelsior 31 heeft vandaag een uitwedstrijd tegen Ter Lede. Laten we gaan kijken naar de samenvatting. Deze samenvatting wordt u aangeboden door Jan Lichtenberg Hypotheken en alle verzekeringen. Deze samenvatting werd aangeboden door Jan Lichtenberg, Hypotheken en alle verzekeringen. Ja, je hoopt dat je die twee wedstrijden die je wint, dat je er goed volg kan geven. En, je weet dat er nu nog 6 wedstrijden te gaan zijn. En dan is het gewoon jammer dat je zo'n wedstrijd dan niet winnend kunt afsluiten. En die serie van 2 wedstrijden, gewonnen wedstrijden, door kunt trekken. Maar ik ben wel met je eens dat we weinig kansen gecreëerd hebben vandaag. En dat was vandaag niet goed genoeg. En dat is enorm zonde. Helaas nemen we vandaag geen 3 punten mee naar Rijzen. Volgende week spelen we weer een uitwedstrijd tegen Harkemaanse Boys. Bedankt voor het kijken, voor nu een fijn weekend en tot de volgende keer.